Waar het ene huizenblok wordt opgeleverd zonder wateraansluiting, heeft het andere huizenblok een postcode die nog bij geen enkele instantie bekend is. In Almere lopen ze tegen dit soort problemen aan. Ja, als je geen postcode hebt, dan uh, wordt het al heel moeilijk om je studiebeurs uitwonend te maken. Omdat je natuurlijk dan uitwonend moet inschrijven, je huursubsidie aan te vragen. Uh, ja, je zorgtoeslag over te zetten, je zorgverzekering, en je, verzekeringen, ja, je inboedel, uh, je aansprakelijkheidsverzekering. Dat zijn allemaal dingen die je moet regelen met je postcode. En dat kon nog niet. Einsjus woont sinds 1 juli in zijn nieuwe woning. Gas, water en elektra heeft hij wel, maar de aansluitingen voor tv en internet laten op zich wachten. Televisie heeft hij via zijn ouders weten te regelen, maar hij zit nu nog wel zonder internet. Ja, nou dat mis je eigenlijk nog. Uh, ja, het is eigenlijk natuurlijk een luxe internet. Maar uh, ja, je mist het wel. En het, we hadden wel glasvezel gewoon uit de muur. We hebben zo'n uh, boxes aangesloten. Alleen, uh, ja, we konden nog geen abonnementen afsluiten. Sterker nog, uh, als je het wil afsluiten, zegt de, de fabrikant of de leverancier: zegt dan wel: van nou, er is gewoon uh, internet aanwezig. Deze, deze snelheid. Maar zodra je het dan eigenlijk wil aanvragen, dan. Dan kon je niet door omdat de postcode niet bestond. Volgens Heintjes wezen de instanties vervolgens allemaal naar elkaar om het te regelen. Uiteindelijk ben je gewoon echt een maand bezig om te kijken van wie is er nou verantwoordelijk en wie moet ik nou hebben. De gemeente Almere heeft beloofd dat de problemen vanaf morgen opgelost zijn. Het probleem is volgens de gemeente ontstaan omdat normaal gesproken het proces van het neerzetten van woningen wat langer duurt. Maar dit is zo'n project dat er snel stond. Daardoor was de tijd korter om van alles te regelen. Een mooi leermoment, ook voor ons, al dus de gemeente.